tweede kerstdag. Ah, foto natuurlijk. Ja, sorry. Maar... sorry. Wie van jullie zat er op of rond tweede kerstdag op een kerstmarkt? Wie? Zeg maar. Ja, toch wel een aantal mensen. Ah, dat is mooi, dat is gezellig. Ja, joh. Ja, leuk man. En wie van jullie zat er op of rond tweede kerstdag gewoon lekker te zuipen in de kroeg? Zijn er toch meer? Oh, jij nog maar handig. Ah, oké. Tweede paasdag. Het is iets minder lang geleden. Tweede paasdag. Zoals vele miljoenen Nederlanders, zeg het maar eerlijk, je hoeft je niet te schamen. Klein beetje misschien. Maar wie van jullie is er op tweede paasdag naar de Meubel Boulevard geweest? Ja, leuk hè? Meubel Boulevard. Te gek. Lekker naar de IKEA. De IKEA is te gek op tweede paasdag. Het is een zaterdag, begin mei, een leuke zaterdagavond. Wie van jullie zit er dan eigenlijk het liefst gewoon lekker thuis voor de buis met een zak chips en een glas cola? Het is nog niet te laat. Het kan nog steeds. En wie van jullie staat er gewoon liever op een joelfeest in zuipen? Dan is deze van jullie stukje lopen. Stukje lopen door het bos, zeilen op het IJsselmeer. Een tochtje door de duinen, want het is zo lekker weer. Een weekendje survival overdagje op de fiets. Velen doen iets liever, maar ik doe liever niets. Hey! Mountain bikehuis, huren aan de zee. Een wandelroute uit, je zet maar door het VVV. Upsailer after dark, walking on some beach. Samen op de water.